Het idee achter deze boot is dat het echt een dagzeiler is. Dus een dayzeiler, aluminium, launchen en snel zeilen. Dus eigenlijk een combinatie van die twee. En de keuze voor het aluminium is eigenlijk onderhoudsarm en robuust. En we hebben geprobeerd in de luxe het een beetje industrieel, het ruwe met het comfort samen te brengen in het ontwerp. Dus aan de ene kant een hoog comfortniveau en aan de andere kant een beetje een wat ruigere uitstraling. Die denk ik een andere look geeft aan boten dan zeg maar tegenwoordig veel gezien wordt. De roerpedestal kan zowel naar bakboord als naar stuurboord, zodat je aan de lage kant lekker kan sturen. Maar ook dat als hij opzij staat, dat je makkelijk naar achteren eraf kan lopen via het zwemplatform. Dan kan je zo ofwel zwemmen of zo wel de kant op. Dus daarmee hou je de kuip heel erg open en toegankelijk. Je kan er met twee man op slapen. Er zit een toiletje in, inductiekookplaat, een elektrische voortstuwing. Met Martin van Aluvliet hebben we een klein aluminiumbootje gebouwd voor de Scout in Nederland. De Alu, de Lelyflat. Of eigenlijk de opvolger van de Lelyflat moet ik zeggen, de Lelyklas. En toen we al pratend kwamen we tot het idee van, nou ja, er moet meer komen. En het launchen en het dagzeilen verdient eigenlijk meer modernere uitstraling. En ook meer toegespitst op wat eigenlijk tegenwoordig past bij de lifestyle van mensen. We hebben natuurlijk heel duidelijk gekozen voor een snelle, moderne rompvorm waarbij je kunt planeren. En dat je toch snel kunt zeilen, maar toch ook comfortabel. En vandaar ook de grote breedte en het platte onderwaterschip achter. Waardoor je gewoon kunt planeren met deze boot. Nou, het leuke is dat je dus in aluminium eigenlijk iedere vorm kan bouwen en dat je niet gebonden bent zoals met polyester aan de mal, dat het lossend moet zijn. Dus je kan alle vormen maken zonder dat je lastige mallen moet maken en dat maakt een groot voordeel van aluminium eigenlijk. We hebben er even mee gevaren met licht weer en middelmatig weer, nog niet met harde wind, maar ja, die zijn boven verwachting. De snelheidspotentieel komt heel goed uit, zoals we berekend hadden klopt het. Dus we hebben eigenlijk alle vertrouwen in dat ook met harde wind het zeer goed gaat presteren.